Hij speelt sinds een paar weken hier in Groningen. Kai Sierhuis doorliep de jeugd bij Ajax, speelde 2 wedstrijden in het eerste en is nu verhuurd aan FC Groningen. Het gaat hartstikke goed de afgelopen weken. Hij heeft ook al een paar keer gescoord, dus ik ben benieuwd hoe het met hem is. Heeft Groningen dit voor jou geregeld? Nee, ik heb het zelf geregeld. Een mooie locatie aan de rand van het centrum. Stap bij het stadion. Dus je zit hier wel lekker van? Ja, heerlijk. Helemaal niet klaar. Je loopt hier echt rond met je fiets alsof je al jaren hier rondloopt. Ja, nou ja, zo voelt het ook wel een beetje. Zo gemakkelijk gaat het allemaal. Vanuit Noord-Holland ga je naar Groningen. Nou, dat is natuurlijk wel een grote stap. Even uit je hechte omgeving inderdaad. En dat was even kort wennen, maar eigenlijk zorgt het voetbal er wel voor dat het makkelijk settelen is. We zijn heel tevreden over de resultaten. Gezellige, goede groep die voor elkaar wil knokken. En ik denk dat dat ook nu te zien is op het veld. Ajax, hè? Mm-hmm. Hoe kijk je daar dan nu naar? Ja, ik vind het inderdaad lastig. Ik heb een aantal wedstrijden in het eerste gespeeld, dus ik ben wel daar gekomen. Maar uiteindelijk is natuurlijk je ultieme droom is daar om basisspeler daar te worden. En ja, die droom die koester ik nog steeds wel. Feit is dat de kwaliteit van de eerste selectie dit jaar echt immens hoog is. Er zijn natuurlijk een aantal versterkingen bijgekomen en de jeugd die is doorgestroomd de afgelopen jaren. Dat zijn ook wel de echte ultieme talenten, als je naar Frenkie, Matthijs, et cetera kijkt. En dan is het natuurlijk wel misschien even zonde. Je hebt er geen invloed op, dus je moet verder. En dan is dit uitstapje voor mij de beste oplossing. Ik vind het nu wel prettig dat ik hier bij Groningen ben, dat ik gewoon minuten kan maken in de Eredivisie en ook weer belangrijk kan zijn voor een team. Dus uiteindelijk was het de keuze wel snel gemaakt. Ja, top. Fijne dag. Kai, mag ik mee in de foto? En jij altijd. Hou op hoor. Oh, sorry. Zal ik even na te genieten van die mooie bal? 1-0, 1-0. Krijg je dan geen hand of iets van goed gedaan? Nee, we zijn toch nog niet klaar? Oké. Okay. Jawel. Zal ik die eerst doen? Dat jij wil. Ja, je kan me toch helpen? Jij staat hier als een of andere pro. Dus als ik een penalty ga schieten, dan zeg ik tegen Benjamin zaterdag van hey, ik schiet hem in die hoek. Ja, maar dat is een beetje wat jij zegt. Ik dacht dat wij vrienden waren. Ja, ik ben ook bevriend met Benjamin. Oh, ik ben ook bevriend met Matthijs, maar als ik tegen Ajax speel, ga ik niet zeggen wat mijn acties worden. Welke ga je hem doen? Daarin, rustig maar. Hoeveel ballen heb jij nog, Kai? Kai, hoeveel heb je nog? Ik wist dat dit ging komen. Ja, wel. Nog 5. Ik ben heel benieuwd. Ik moet hem natuurlijk niet daar. Dat zou ik zomaar eens per ongeluk kunnen doen. Nee, maar ik wil hem gewoon een beetje die kant op leggen. Ja. Nee! Ongelooflijk. Ik heb gewoon 2 keer verloren door mezelf. Je hebt het niet eens zelf. Wat zeg je dan? Deze valt me echt heel zwaar. Gefeliciteerd. Dankjewel. Hoeveel is het geworden? Shut up. Hoeveel is het geworden? Ja, 3-0. Dankjewel. Suikeren, Jantje, is goed. Dankjewel. Wil die ook nog darten of FIFA? Nee.